leuk dat jullie weer kijken. Ja, ik sta hier op de wintertarwe, op de lichte grond. Die heeft eigenlijk stikstof nodig. Is mooi uitgestoeld. Maar het is nog erg nat. En het heeft hier nog niet zo gevroren dat ik over de vorst heb kunnen rijden. Dit is het andere blok. Hier worden de uien gezaaid dit seizoen. Ik heb hier een gat gegraven. En deze grond is ook behoorlijk nat. Wel mooi doorworteld. Ja, hoe diep dat de wortels gaan, dat weet ik niet precies. We zullen nog een paar dagen moeten wachten voordat de kunstmest gestrooid kan worden. Ik heb het idee dat er een vracht compost aankomt. Dus ik ga naar het erf. Ja, het was natuurlijk geen compost, maar champost. Wat zakjes gevuld. Ik zou eigenlijk de tarwe willen kunstmest strooien, dus ik heb de trekker klaargezet met de kunstmeststrooier. Het perceel hier op de zwaardere grond, dat is eigenlijk nog aan de vroege kant. Op de lichte grond, ja, die is eigenlijk wel eraan toe voor de kunstmest. Eerste gift ga ik toch kas strooien. Alles staat klaar, ingesteld. Met de centrifugaalstrooier van Amazone. Ja, er gebeurt wel heel wat deze week. Het is niet alleen op het bedrijf, maar ook veel bijeenkomsten. Counters, minister van Landbouw. Bijeenkomst van CLM. De COSUN. En dan natuurlijk nog de BTW-boekhouding. Bespreking van de kunstmest. Het gaat allemaal door. Tussendoor is nog een collega boer Cupido aan het brengen in kisten. Die staan daar. Gaan we morgen 25 kilo zakken vullen. 2000 stuks. Dat ga ik samen met Jelle doen. De vrachtwagen zit weer vol. Er komt Hans weer aardappels brengen. Tussendoor is hij de wagen wel aan het opknappen. Hè? Straks zit hij weer mooi in de verf.
vannacht mooie lucht erop gehad. De schuimrubbers kunnen eruit. Ze zijn mooi opgedroogd. Gisteren zat er natuurlijk wat condens op, omdat er ze kwamen uit de koeling. Kunnen ze mooi opzakken nu. We zijn natuurlijk al een beetje bezig, hè? Jelle, hoeveel hebben we er al klaar? We hebben er nu al 20 klaar. 20 pallets van? 50 zakken. Dus we zijn op de helft. Ja. Mooi. Wat staat er op de zakken? Meijer, potato, Reland, Holland, batata, cementen, pootaardappelen, Cupido, E. Ja, deze gaan naar Brazilië. Nou, we waren zo lekker aan het opzakken, maar pa, wat is er gebeurd? Nou, ik was zo lekker bezig, man. En het gaar was op. Als je dat goed in de gaten houdt, dan knoop je hem er zo aan en dan trek je hem erdoor. Maar het is ook nog de achterste naald. Dus er moet alles uit los. Vier bouten losdraaien. En dan een naaimachine omhoog. Anders trek je hem er zo door. Ja, en nu kost het even tijd. Nou draai ik de naald goed. Trek je die klem omhoog en dan gaat de naaimachine omhoog. Zo. Klepje kan los. Zo. Dan ga ik hem even schoonblazen. Op zich is het niet verkeerd dat hij een keer loskomt. Is die ook weer schoon? Hier tussendoor. Zo. Moet ik hem even afsnijden. Hij rapelt wat. Moet hij hier door. En dan. Kijk. Dat was hem. Knopen er nog uit. Oké. Terugdraaien. Zo. Beter opletten, ja. Als het gaar op is. Test. Test. Mooi, hè? Prachtig. Als we nou de volgende keer de rol meteen wisselen. Nou, zijn we weer een half minuut klaar. Nou zijn we een kwartier verder. Ja. Het is zaterdagmiddag. Het opzak is klaar. Nou, Gijs die was hier in de buurt. Maar Gijs, waar kom je vandaan? Ik kom uit Brabant, Hoeve, akkerbouwbedrijf. En op TikTok maak ik filmpjes onder de naam Boer Gijs. En op YouTube Gijs van Munt Agrifotografie. En hoe kom je nou zo hier bij mij dan? We waren bij een veiling in de buurt aan het kijken. En we dachten, ja, we zijn in de buurt, dus even langs bij Jelles. Nou, hij was thuis. Hartstikke leuk. Ja. Maar nou moet je nog een heel eind naar huis rijden, hè? Ja, 2 uur rijden en het is nu 6 uur, dus... Zo, dat wordt een latertje. Helaas wel. Ja.
Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Leuk dat jullie weer gekeken hebben. En tot de volgende. Vergeet niet te abonneren.